Op een dag wordt Nijntje wakker en als ze uit het raam kijkt, ziet ze dat het gesneeuwd heeft. Ze wil meteen naar buiten om te spelen. Eerst moet je warme kleren aantrekken, Nijntje, zegt moeder Pluis. Nijntje doet haar wollen jas aan, haar sjaal om en rent naar buiten. Ik denk dat ik een sneeuwkonijn ga maken, zegt Nijntje. En ze begint een bal te rollen van sneeuw. Op dat moment komen Boris en Barbara Beer aangeskiet. Goedemorgen, Nijntje, zegt Barbara. Boris en ik waren aan het skiën en we dachten dat jij misschien ook wel mee wilde. Ja, dat is leuk, zegt Nijntje. Ik heb een paar skis met kerstmis gekregen, maar ik kan nog niet skiën. Maak je geen zorgen, zegt Boris. We zullen het je leren. Nijntje is erg blij. Ze rent naar binnen om haar skis te halen. Boris houdt haar vast terwijl ze aandoet. Zo lijk je al een echte skier, zegt Barbara. Laten we gemakkelijk beginnen op een vlak stuk. O, kijk, roept Nijntje blij. Ik kan het! Maar dan valt ze. Maak je geen zorgen, Nijntje, zegt Barbara. Wij skiën al heel lang en wij vallen ook nog wel eens. Nijntje staat weer op. Al snel is ze lekker aan het skiën. Het is leuk, zegt Nijntje. Laten we de heuvel op skiën naar het huis van tante Trein. Dan kunnen we op de terugweg lekker naar beneden skiën. Ze gaan op weg. Heuvel op. Maar Nijntje glijdt steeds naar beneden. Boris laat haar zien hoe je je skis neerzet als je naar boven wil komen. Ik denk dat ik dat wel kan, zegt Nijntje. Ze probeert het en kijk, het lukt. Maar het is wel zwaar. En als ze bij het huis van tante Trein aankomen, zijn ze buiten adem. Tante Trein hoort de geluiden in de sneeuw en het hijgen en puffen. Ze komt naar buiten om gedag te zeggen. Dag skiers, zegt ze. Ik denk dat jullie allemaal wel een lekkere kop warme chocolademelk lusten. Boris, Barbara en Nijntje doen hun skis uit en gaan met tante Trein naar binnen. Dankjewel, tante Trein, zegt Nijntje. Nu zijn we klaar voor het leukste deel. Naar beneden skiën. Ze zeggen tante Trein gedag en doen hun skis weer aan. Als je naar beneden skiet, moet je wel voorzichtig zijn, Nijntje. Je moet op tijd remmen, want anders ga je te snel, zegt Boris. Maar Nijntje kan niet wachten en gaat er meteen vandoor. Sneller en sneller gaat ze naar beneden. Het is leuk, maar ook een beetje eng. Ze weet niet meer precies hoe ze moet remmen. En als ze bij een klein heuveltje komt, vliegt ze zo de lucht in. Gelukkig valt ze in een berg sneeuw. Boris en Barbara skiën naar haar toe. Vanmorgen wilde ik een sneeuwkonijn maken, zegt Nijntje. Maar nu ben ik zelf een sneeuwkonijn. Nijntjes vader is erg trots op zijn auto. Hij vindt het leuk om hem helemaal te poetsen en dan in de schone auto erop uit te gaan. Het is vandaag mooi weer, zegt hij tegen moeder Pluis en Nijntje. Dus kunnen we een ritje maken zonder dat mijn auto vies wordt. Waar zullen we naartoe gaan, vader? Vraagt Nijntje. We kunnen bij tante Trein op bezoek gaan, zegt vader. Misschien wil ze ook wel met ons mee, zegt moeder. O ja, het is leuk als tante Trein ook meegaat, zegt Nijntje. Daar gaan ze dan. Bij het huis van tante Trein stappen Nijntje en vader Pluis uit. Er hangt een briefje op de deur. Vader Pluis leest hardop.
Ik ben op bezoek bij Boris en Barbara Beer. Later terug. Zullen we ook naar Boris en Barbara gaan? Vraagt Nijntje. Dus rijden ze het bos in waar Boris en Barbara wonen. Er liggen allemaal blaadjes op de weg. Als ze er overheen rijden, waaien ze op en komen ze op de schone auto van vader Pluis terecht. Ach, zegt vader Pluis als ze verder rijden. Het zijn maar een paar blaadjes. Ik kan ze er makkelijk weer afvegen. Vlak bij het huis van Boris en Barbara moeten ze een bocht doen. Vader Pluis ziet niet dat er takken met doornen op de weg liggen. Sssst, doet een van de banden. Oh nee, zegt moeder Pluis. We hebben een lekke band. Wie legt er nou ook die takken midden op de weg? Zegt vader Pluis. Ik zag ze te laat en ik had geen tijd meer om te stoppen. Op dat moment komt Boris naar ze toegerend met een bezem in zijn hand. Dag, roept hij. Ik hoorde lawaai en ik vroeg me af wat er aan de hand was. Ik ben blij dat er niets met jullie is gebeurd. Ik was bezig om alle dode takken met doornen op te ruimen. Maar ik zie dat ik te laat ben. Ach, nou ja, zegt vader Pluis. We hebben gelukkig nog een reserveband bij ons. Dus het is niet zo heel erg. Ik zal wel helpen om de band te verwisselen. Het is toch nog veel werk. En vies. Vaders pak zit nu vol vlekken. Als de nieuwe band erop zit, komt Tante Trein voorbij. Dag, zegt Tante Trein. Wat doen jullie hier? We waren op weg naar jou en Barbara, zegt Nijntje. Jammer, zegt Tante Trein. Maar ik ben alweer op weg naar huis. Het is ver lopen en het wordt al bijna donker. We zijn laat omdat we een lekke band hadden. Maar nu hebben we hem gemaakt, dus we kunnen je wel thuis brengen, zegt vader Pluis. Oh, dank je wel, zegt Tante Trein. Dat is erg aardig. En ze gaan op weg met een nieuwe band en Tante Trein. Het begint te regenen en er spat modder op de auto. Als ze Tante Trein hebben afgezet en ze weer thuiskomen, is de auto helemaal vies geworden. Het is maar goed dat je vanmorgen de auto zo mooi hebt schoongemaakt, zegt Nijntje tegen haar vader. En allemaal moeten ze lachen. Het is herfst en de blaadjes vallen van de bomen. Op een dag kijkt moeder Pluis naar buiten en ze vraagt aan Nijntje. Wil je me helpen met de blaadjes op te ruimen? We kunnen ze niet de hele winter op het gras laten liggen. Ja hoor, moeder, zegt Nijntje. Ik vind het leuk om de blaadjes weg te harken. Ze pakken allebei een hark en beginnen de blaadjes weg te harken. Al snel liggen alle blaadjes op een grote hoop. We hebben hard gewerkt, Nijntje, zegt moeder Pluis. Ga je mee naar binnen? Dan maak ik een beker warme chocolademelk voor ons. Als Nijntje en haar moeder binnen zitten, komt Snuffy de tuin in. Ze ziet de grote berg met blaadjes en ze denkt dat die voor haar is om in te spelen. Al snel ligt de hele tuin weer vol met blaadjes. Hey Snuffy, roept Nijntje terwijl ze naar buiten rent. Ik weet wel dat je aan het spelen bent, maar we hadden het juist opgeruimd. Maar Snuffy begrijpt Nijntje helemaal niet. Ze kwispelt met haar staartje en blaft een paar keer vrolijk. Dan komt moeder Pluis naar buiten. Ze zegt,
Snuffy, als je stil blijft zitten terwijl Nijntje en ik de blaadjes nog een keer opruimen, dan krijg je een lekkere kluif. Nijntje en haar moeder harken nog een keer alle blaadjes bij elkaar. Op een grote hoop. Zo'n tweede keer is het nog zwaarder om te doen. Snuffy, zegt Nijntje. Je bent een braaf hondje geweest en je bent niet in de blaadjes gesprongen. Dus verdien jij een lekkere kluif en wij een groot glas limonade. En ze gaan allemaal naar binnen. Later die dag is Nijntje erg verbaasd als ze ziet dat de tuin weer vol blaadjes ligt. Oh nee, denkt ze. Nu moet ik die blaadjes voor de derde keer opruimen. Maar dan ziet ze dat de berg met bladeren in de hoek van de tuin er nog steeds ligt. Waar komen die nieuwe blaadjes vandaan? Vraagt ze aan haar moeder. Het waait een beetje, zegt moeder. En er zaten nog steeds blaadjes aan de bomen. Die zijn nu ook gevallen. Als we deze keer opruimen, dan zijn we echt klaar. Maar Nijntje is te moe om nog een keer blaadjes te harken. Ze gaat naar bed en ze droomt die nacht over miljoenen blaadjes die door de lucht vliegen. Als ze de volgende dag wakker wordt, is ze erg verbaasd als ze ziet dat de hele tuin schoon is. Alle blaadjes zijn verdwenen. Moeder, roept Nijntje opgewonden. Alle blaadjes zijn weg. Wat is er gebeurd? Het waaide heel erg vannacht, Nijntje, zegt haar moeder. Heb je het niet gehoord? Ik heb wel over de wind en blaadjes gedroomd, zegt Nijntje. Maar ik wist niet dat mijn droom echt was. Het was wel echt, zegt haar moeder. En deze keer heeft de wind ons geholpen. Hij heeft alle blaadjes weggeblazen. En omdat alle blaadjes nu zijn gevallen, hoeven we de hele herfst niet meer te harken. En dat vindt Nijntje wel heel erg fijn. Nijntje neemt een grote hap van een koekje. Dat maakt een lekker knapperig geluid. Ineens hoort ze gekrap aan de deur. Als ze de deur opendoet, staat Snuffy op de stoep. Blaft Snuffy vrolijk en ze kwispelt met haar staart. Jij hoorde zeker mijn knapperige koekje, zegt Nijntje. Wil jij er ook een? Ze geeft Snuffy een koekje en Snuffy eet het meteen op. Plotseling staat Snuffy heel stil en spitst ze haar oren. Hoor je iets? Vraagt Nijntje. Snuffy rent naar de deur en begint te krabben. Als Nijntje de deur opendoet, ziet ze vader die thuis komt met de auto. Je had vaders auto al van ver horen aankomen, Snuffy, zegt Nijntje. Jij kunt echt goed horen. Na het middageten wordt Snuffy weer onrustig. Ze wil naar buiten toe. Nijntje vraagt aan haar moeder of ze met Snuffy mee mag. Ja, maar maak het niet te laat, zegt Nijntjes moeder. Nijntje loopt met Snuffy mee. Ze wil graag weten wat Snuffy nog meer hoort. Plotseling stopt Snuffy en spitst ze haar oortjes. Wat hoor je nu? Vraagt Nijntje. Snuffy blaft alsof ze zegt, luister. Nijntje luistert en hoort een vogel chirpen. Maar ze ziet de vogel niet. Zie je de vogel al, Snuffy? Vraagt Nijntje. Daar is hij. Een mooie vogel vliegt door de lucht. En weer gaan Snuffy's oren omhoog. Het lijkt wel alsof ze altijd iets hoort. Dat is vast een heel bijzonder geluid. Want Snuffy wordt erg opgewonden. Maar Nijntje hoort niets. Snuffy begint door het bos te rennen. Misschien hoort ze een kikker,
denkt Nijntje. Of een eendje in de vijver? Snuffy rent verder en verder. Af en toe stopt ze even om te luisteren. Het is vast iets heel bijzonders, denkt Nijntje. Ze moet hard rennen om Snuffy bij te houden. Snuffy wordt steeds onrustiger. Wat zou ze nou toch horen, denkt Nijntje. Zij hoort nog steeds helemaal niets. Het is juist heel erg stil midden in het bos. En Snuffy rent maar verder. Eindelijk hoort Nijntje ook iets. Volgens mij is dat Boris Beer die hout zaagt, denkt ze. Nee, dat is het toch niet. Dit geluid is veel harder. Plotseling komen ze bij een open plek in het bos. En zien ze waar het geluid vandaan komt. Het is Boris. Hij zit tegen een boom te slapen en snurkt. Snuffy begint te blaffen en Boris wordt wakker. Oh, gaapte Boris. Dag Nijntje, dag Snuffy. Ik heb de hele ochtend in het bos gewerkt en ik ben zeker in slaap gevallen. Nijntje vindt het erg grappig. Snuffy kon je bijna vanaf ons huis horen snurken, zegt Nijntje. Dus of jij snurkt heel erg hard, of Snuffy kan heel goed horen. Op een dag rent Nijntje naar school en Snuffy rent met haar mee, omdat ze de lekkere worst in Nijntjes broodtrommel ruikt. Nijntje heeft haast vandaag, want ze wil een cadeautje maken voor Moederdag. In de klas liggen vellen gekleurd papier en lapjes stof. Nijntje gaat een mooi doosje maken voor haar moeders ketting. Het is veel werk. Ze knipt stukjes blauw karton. Ze smeert er lijm op. En dan vouwt ze het zo dat het een mooi doosje wordt. Dan pakt ze een stuk rood papier en knipt er een hartje uit. En die plakt ze bovenop het doosje. Op weg naar huis stopt ze even om het blauwe doosje in haar broodtrommel te stoppen. Zodat haar moeder hem niet ziet. Want ze wil dat het een verrassing is. Ik verstop dit cadeau onder mijn bed, denkt ze. En dan maak ik een speurtocht met tekeningen op blaadjes papier. Als Nijntje het blauwe doosje uit haar broodtrommel haalt, merkt ze dat hij een beetje naar de worst ruikt die ze 's middags op brood had. Snuffy ruikt het ook en komt kijken wat Nijntje aan het doen is. Sssst, fluistert Nijntje. Dit is een verrassing voor mijn moeder. Dan pakt Nijntje haar schetsblok en maakt ze op elk blaadje een tekening. Eerst tekent ze een schaal. En ze legt deze tekening op haar moeders lievelingsstoel. Dan tekent ze haar speelgoedmand. En ze legt deze tekening in de schaal. Als laatste maakt ze een tekening van haar bed. Deze tekening stopt ze in haar speelgoedmand. Een echte speurtocht voor moeder, zegt Nijntje. Zo is het spannend om het cadeau te vinden. De volgende ochtend zegt Nijntje. Lieve moeder, vandaag is het jouw dag, want het is moederdag. Wil je in je lievelingsstoel zitten? Als moeder de tekening van de schaal op haar stoel ziet, moet ze lachen. Ik weet het, zegt ze. Je hebt een speurtocht voor me gemaakt. Nu moet ik in de schaal kijken. Als ze naar de schaal loopt, ziet ze de tekening van de speelgoedmand. Ze loopt er naartoe. En daar vindt ze de tekening van Nijntjes bed. Dus kijkt ze onder Nijntjes bed. Nijntje vindt het spannend en ze is benieuwd hoe haar moeder het mooie blauwe doosje vindt. Maar er ligt niets onder Nijntjes bed. Niet eens een tekening.
waar moet ik nu kijken? Vraagt Nijntjes moeder. Op dat moment komt Snuffy binnen. Ze kwispelt met haar staartje en blaft vrolijk. Wat heb je met het cadeautje gedaan, Snuffy? Vraagt Nijntje. Snuffy rent naar het hondenhok in de tuin. Moeder kijkt in het hondenhok. En daar is het doosje. Wat een mooi cadeau, roept moeder blij. Wat heb je dat knap gemaakt, Nijntje? En wat slim ook om het in Snuffy's hondenhok te verstoppen. Daar zou ik nooit hebben gezocht. Nijntje moet lachen. Het is een hele speciale moederdag geworden. Reuze blij, Snuffy, Knorretje en Borisbeer. Kijk, ook Betje is er weer.